We gaan hem opschalen, opschalen, middelbrand, sowieso. Holy shit. Oké, dit is echt... Hallo beste kijkers, mijn naam is Job. Vandaag hebben we een brandweerdienst. We gaan lekker met de Volvo TS in dienst, jongen. Ik heb er zin in. Wacht. Yes, TS in dienst. Is er nog wel TSI? Nee, dat is ook allemaal weg. Ja. We gaan het zien. Ik hoop dat het een beetje druk wordt, jongens. Want dit is weer zo'n service. Oh, dat is. De ziek harde RDM'ers. Af en toe, als hij mij schiet. Ik heb het gerecord, jongen. Oh, dat is een agent. Ja, ik was eigenlijk net bezig, jongens, met de opnames voor. Proberen de meest gezochte crimineel in Leeuwarden te worden. Alleen, dat ging een beetje fout. Want ten eerste, het eerste kwartier gebeurde er dus echt niks. En toen werd ik dus, had ik dus een, dacht ik dus, nou, dan ga ik wel een overval doen. Dan komen ze vanzelf wel, ja, natuurlijk DSI motor voor de deur van de co-op. Gooit de flashbang naar binnen, ik zie niks, schiet met mijn been. Huppa, de chill in. En ik dacht, ja... Want ik had al 30 keer te hard gereden, maar dat gaat gewoon niet werken in de achtervolging. Dus ja. Dus ja, dat is leuk. Maar goed. Dit is dus een Volvo TS trouwens. We kunnen even een reviewtje doen. Yo. Bezig. Nou, hij wil even mee, denk ik. Nou, dit is dus de Volvo TS. Dikke zwaailichten, jongen. Dikke zwaailichten. Oh, daar ben ik echt gek op. Ja hoor. Oranje vind ik dan weer wat minder. Dat had van mij ook al hierin mogen. Zeg maar, gewoon in de lightbar. Lichten. Prima, knipperlichten, ben ik op zich wel bij me, ik hou van auto's met knipperlichten. Nou, ik parkeer hem nu weer in. En dan gaan we het zien, jongens, we gaan samen met deze gast in Instagram niet ofzo. Maar ja, we zullen het zien. Video komt in DC. Content. Nou ja, dikke TS. Omdat in de situatie museum. Erbij. Waarschijnlijk niet, maar ja, we hebben tenminste nog niets te doen. Oh. Politiebureau lekker druk. Er wordt iemand gejailed. Grappig. Dus ja. Ik weet niet of hij meegaat, maar even wachten op melding. Waarom is zijn hoofdbrand mee zijn pak die freaking DAF TS? Nou ja. Ik weet niet, het enige wat ik er mooi aan vind is sirene, voor de rest vind ik het echt een trash auto. Ik bedoel, ja. Ja, hij is gewoon prima, maar ik vind de Volvo de mooier. Alleen de sirene. Oh, politie gaat er alweer uit allemaal. Prio 3 of zo. Nou, zo wel. Vernomen. Nou. Moeten we gewoon even wachten. En ik wil hoop. Wat developer. En ik hoop dat het druk gaat worden. Want ja, hoop. Die vip van die trap af, jongens, altijd. Even koffie. En we naar combi.
Dan gaan we naar de koffiepof, jongens. Want daar staat het ouderwetse koffiezetapparaat. Altijd uitdrukpak aan, hè. Dat is het echt ook. Je zit toevallig bij de jeugdman weer. En je moet gewoon uitdrukpak aan. Want wie weet krijg je nu melding. En dan moet je... Anders moet je helemaal terug naar de kazerne. En ja, dat maar in. Zo. Oh mijn god, is het nog steeds niet opgelost? En dat was een beetje hard RDM. Maar goed. Ga kijken of we er omheen kunnen draaien. Oh. Ik denk het net niet. Oké, oh. Oh, ja, ja. Perfect. Oh mijn god, jongen. Ik snap nooit, man. Kijk, in Leeuwarden, het is een heel leuke game, maar sommige mensen weten gewoon echt niet hoe ze in moeten parkeren. Ik heb die kan toch niet, jongens. Midden op de weg, je auto. Ja, hier, alsjeblieft, rij even aan de kant. De RDM'er. Zo. Dan gaan we even naar de combipost. Er staat een Lamborghini. Gecontroleerd volgens mij. Oh, kan mijn knipper liggen aan. Geinig. Nou, dan gaan we zo even een bakje pleur halen bij de dinges. Hoe heet dit? De ambu. Ja. Binnenkort verschijnt trouwens ook nog wapendragende video's. Gaat lekker goed daar. Nou, pakken we even een bakje pleur. Hey, de ambu. Even jatten. Altijd grappig. Oh, huh? Hoe heb ik dat in Porto gezegd? Gasten denkt in mijn tegen. Hier. Ik haat wel, dat is het enige stomme. Oh, hey. Deze hier uit. Oh. Het is wel leuk. Want er gebeurt zeg maar niks. Oké. Maakt niet uit. Ik denk dat wij ook als politie gaan. Want er is gewoon echt niks te doen. Maar nee, dat gaan we niet doen. Want vorige video's was echt alleen maar politie en burger. Dus ja. Dat gaan we dus even niet doen. Nou, ik moet even improviseren. Want ja, die planning die loopt een beetje heel anders dan normaal. Ja. Nou, voor nu. Ik zie jullie weer als er een melding is. Maar, oh, ja, gebouwbrand, vliegveld, we kunnen gelijk door. SCBA en Denkhof. Vliegveld Leeuwarden. Zo.
Nou, lekker jongens, gebouwbrandje. Luchthaven wil worden. Ik zie het weer zien ook. Oh! Oh ja, dit staat echt in licht te laaien. We gaan hem opschalen, opschalen, middelbrand sowieso. Oké. Ga even TS achter de AL parkeren. AC op schali middelbeer. Oké. Parkt 1 LD. Nou, we gaan starten met inzetten 1 LD. Als je niet weet wat LD is, dat betekent laag druk. Dus dat is een lage drukslang. De hoge druk zit op de TS. Wacht even, kunnen we hier op? Ja, ga ik dat alvast doen. Ja, 1 LD betekent dus laag druk. Kunnen wij hier in? Nee. Dat betekent dus lage druk. Laag drukstraal. Ja. It's clear. Oh, oppassen. Oh shit. Ik heb mijn masker niet op. Ja. Eigenlijk nog even op de foto snel. Voor de thumbnail. Maar goed, dat ga ik nu even niet doen. De brand is al bijna uit. Yes. Oké, helemaal goed. Heel veel screenshotje hoor. Eén seconde jongens, fix ik heel even. Oh. Yo mensen, we zijn er weer. We hebben melding. De N weg. Boom in de fik. Oké. Vanaf airport zijn we hier wel prima snel. Kijk of het gaat passen. Oh jongens, hier heb ik ook een rekening mee gehouden. Dit ding kan niet zo krap op ons. Waarom maken ze niet gewoon zo'n sensor erin? Weet je gewoon, dat is gewoon als je in de buurt komt dat die open gaat. Zo. Nou, we zijn in ieder geval met Prio 1 aan rijden. De melding is trouwens jongens, er is een auto-ongeval, maar er staat dus ook een boom in de fik. Volgens de melder. Dus ja, dat is wel even ernstig. Maar ja, we zijn al bijna op de plaats. Want kijk, hier zo hebben we de N-weg, jongens. Zet ook een toegang nu erachter. En de Seat. Oké, te plaatsen, te plaatsen. Locatie.
Holy sh... Oké, dit is echt... we gaan even onze SCBA aandoen. Eén seconde. Ja, yo, ben ik weer. Ik moest even een screenshotje maken. Wat wil jij je bek hebben fout of kut vliegen? Even kijken hoor. Nou, doet hij niet. Hallo. Hallo, dit ding werkt niet. De voice chat werkt niet. Knap. Ja, we zijn dus te plaatsen. Ik denk dat we even voor backup gaan staan. Jeetje. Nou. Collega. Hij loopt gewoon weg. Vier TS ter plaatse. Zo, nou, het is dus een HR. Pakt zaag. Neemt ook goed. Zo, nou, in ieder geval, we gaan even deze zaag gebruiken. Zo. Pas op. AC en weg is clear. Zo, hoedje af, het deg af, alles af. Ja, de N-weg is clear in ieder geval. Oh. Oh. DHL. Dit is weer DHL. Audi. Valse melding DHL. Nou ja, mooi. Jongen, wat een idioot. Nou. Bij deze.
gaan we de video weer stoppen, jongens. Ja. Oh, lekker dan. Bij deze gaan we de video weer stoppen. Zet hem even langs de kant, zoals altijd. Sluiten de video weer af, mensen. Ik weet niet of ik morgen een video kan maken, want ik heb het nogal druk. Maar goed, we gaan het proberen. Yo.